Ja, dankjewel. Toen ik onlangs in Amerika was en het volledig werd uitgesproken, VWS, toen zeiden ze, goh, wat ga je over veel zeggen? Welzijn, sport, volksgezondheid enzovoort. Dus volksgezondheid is eigenlijk wel heel goed, lijkt mij. Maar ik heb een lang verhaal, dus ik wilde toch maar wat vaart maken. Ik schrok er een beetje van toen ik ze even zag dat het weliswaar in een behoorlijk lettertype en met een behoorlijke letterafstand, maar desalniettemin 18 pagina's is. Ik hoop dat u mij... Nou, laten we één ding afspreken. Als het echt gaat vervelen, dan laat u het gewoon merken. Dan, ik zou bijna iemand aanwijzen die dan als eerste... Dames en heren, laat ik maar snel beginnen. Het is een feest van erkenning om het boekje Nudge te lezen. Wellicht denkt u van dat zegt hij alleen maar op grond van het feit dat het in de speech staat en het is van hem geschreven. Dat is meestal wel zo voor hem, maar in dit geval niet. Ik heb afgelopen zondag daadwerkelijk menig uur met dat boekje doorgebracht en het tot me genomen. Het is invloedrijk, het is interessant en het is af en toe ook amusant. En de heer Taylor en Sunstein, ik weet niet precies of ik dat goed uitspreek, die hebben ons geconfronteerd met het keuzegedrag van echte mensen. En dat doen ze door de constructie en de tegenstelling te creëren tussen de rationalistische econ en de echte mens, de humans. De econs die worden er vaak door politiek en ambtenarij en meestal onbewust als uitgangspunt genomen voor het beleid. En eigenlijk zou je toch met name op de humans moeten oriënteren. Echte mensen dus, in de goede zin van het woord, betekenisverlenend en mensen die, althans dat is contrast, goed geïnformeerd door autoriteiten, altijd wel overwogen keuzes makend en uiteindelijk levert dat hen en de maatschappijen, want soms loopt dat ook nog parallel, voordeel op. En de humans zijn dus anders dan die econs. Die zijn bepaald minder rationeel. Dat is geen verrassend inzicht, althans voor mij niet en zeker ook voor u niet. Pascal zei het al, ik vind dat altijd nog een prachtige uitspraak van hem. Het hart kent zijn redenen die de reden niet kent. En dat zijn vaak motivatoren, die motiveren mensen. En Freud, die zei het hem natuurlijk na, zei dat hij daar veel meer een theorie rondomheen spinde. Namelijk dat de onbewuste drijfveren ons vaak op sleeptouw nemen. En dat zijn allemaal nog onbewuste zaken. Pascal, hart, die de redenen die zijn reden niet kent. Bij Freud het onbewuste. En de apostel Paulus gaat zelfs nog een beetje verder. Die zegt, zelfs al weet ik het en ben ik wel overwogen, ik doe het vaak niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan voegt hij eraan toe, ik ellendig mens. En dat is toch een ander mensbeeld dan de icon. Dat is een andere koek. Tegelijkertijd, en daar vind ik een prachtige mix van die twee, toch maar een bewondering, maar even weer uitdrukkend voor Max Weber, die wel die rationele mens, al dan niet door ideologische of economische motieven gedreven, toch als min of meer maatstaf neemt om de werkelijkheid aan te spiegelen met zijn ideaaltype, om vervolgens erachter te komen van in hoeverre mensen nou daadwerkelijk berekenend en calculerend en consistent met die werkelijkheid omgaan. En het antwoord wat hij dan geeft, dat is natuurlijk vaak nee, maar het levert wel nieuwe inzichten op, nieuwe patronen, nieuwe wetmatigheden. En dat levert dus nogmaals ook wetenschappelijke kennis op en wellicht ook beleidsmatige relevante kennis. Maar één ding is duidelijk, mensen hebben een begrensde rationaliteit. En de evolutie, of de schepper, heeft er nu eenmaal voor gezorgd dat onze automatische piloot in geval van routine de overhand neemt. En dat is maar goed ook heel vaak. Nietzsche wees er al overtuigend op, het lichaam heeft ons meer te zeggen dan de reden. En is soms ook vele malen intelligenter dan de reden. Nogmaals, dat is maar goed ook, want we hebben het reflectieve deel immers nodig voor interessante dingen in het leven die geen routine meer zijn. Maar juist door die automatische piloot en ook tal van andere factoren maken mensen vaak niet de keuze die het beste voor hen is. Of een keuze die op de lange duur het beste voor hen uitpakt. De voorkeuren van mensen blijken beperkt en ze zijn beperkt veranderlijk. Gewoontegedrag is hardnekkig, inertia, inertie wordt ook genoemd in het boekje van de heer Taylor. Kuddegedrag is aanstekelijk en we worden allemaal beïnvloed door bijvoorbeeld sociale patronen, culturele conventies en die zijn ons lief omdat het onze grote mate van zekerheid, houvast en bescherming biedt. En die zijn opgeklommen tot een hoog niveau van vanzelfsprekendheid. En intuïtief voelen we dat ook wel aan. En het is goed dat er nu meer en meer bewijs komt voor het feit dat het niet de rationele mens, maar de vaak intuïtief gedreven mens is die keuzes maakt. Het zo neutraal mogelijk informeren van mensen of van de burger is dus lang niet altijd genoeg of mogelijk om de goede keuze te gaan maken.
Alleen al de vraag of er zoiets mogelijk is als neutraal informeren houdt menige wetenschapper en filosoof bezig. En ook voor het beleid is dat relevant. Laat ik een aantal voorbeelden u meenemen. In hoeverre er neutraliteit bij de overheid kan zijn. Op dit moment hebben we het over de kilometerheffing en de vraag in hoeverre daar een economisch rationele keuze mee gemoeid is. Op dit moment is de economisch rationele keuze toch dat je vaak de auto neemt en dat je dus kilometers maakt. Maar is dat neutraal? Dat is niet neutraal op grond van het feit dat de variabele kosten vrij laag zijn en de vaste kosten vrij hoog. En door het zo te regelen dat we via de BPM en de motorrijtuigenbelasting vaste kosten maken, wordt de gereden kilometer relatief goedkoop afgezet tegen trein en metro. Dat stuurt dus ons gedrag. En variabilisering brengt daarin verandering. Maar wat is nou neutraler? Wat is objectiever? Wat past meer bij de overheid? Dat zijn vragen die zich feitelijk in de beleidsarena en in de politiek telkens weer voordoen. En verder nog, moet het per se kostprijzen zijn, want daar stuur je dan op, die het verschil maken. Of mag je ook met accijnzen gaan werken die bewust gedragsregulerend beogen te zijn. En welk maatschappelijk doel mag je daar dan mee dienen? En welke instrumenten mag je dan gebruiken? Overigens gebruikt de overheid bij de kilometerheffing weer wel motieven van de ICON om beleid te voeren. Door met de woorden van Taylor en Sunstein voor een bepaalde default te kiezen, die uiteindelijk mensen aanzet tot te calculeren van ga ik nu met de trein, ga ik met de metro, ga ik de kilometerprijs betalen. En dus wel het economisch motief wat vervolgens uitgelokt wordt door die bepaalde default. Het is ook een default, denk ik, de kilometerheffing, die eerlijker uitpakt met betrekking tot de feitelijke kosten die automobiliteit met zich meebrengt. Afgezet tegen openbaar vervoer. En dat zijn keuzemomenten die inderdaad, ik kom er straks nog wel op terug, vooral op het politieke toneel spelen en daar ook moeten spelen. Wel bewust en bewust gekozen en bewust gethematiseerd. Hier doen zich domweg default vragen die politiek van belang zijn en eigenlijk het, nou ja, zeg maar de sfeer van de neutraliteit per definitie overstijgen. Mensen die de keuze van andere mensen beroepshalve beïnvloeden, noemen Taylor en zijn mede schrijver Sunstein, dacht ik dat was, keuzearchitecten. En die zijn overal. Bij overheden waar bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of experts die architectuur in elkaar zetten, voorlichtingscampagnes bij bedrijven. Denkt u maar ook aan de architecten of productontwerpers die rekening houden met het voorspelbaar gedrag van mensen en dit soms op een voortreffelijke manier en voortvarend weten te beïnvloeden. Ik vond op zichzelf het voorbeeld van de ingebakken vlieg. Bij Schiphol, de dames die kennen dat fenomeen natuurlijk alleen maar vanuit het papier. Wij mannen kennen het misschien vanuit de praktijk. Is op zichzelf een aardig voorbeeld van hoe in urinoirs mannen in feite verleid worden tot proper gedrag, om het zo maar even te noemen. En op zichzelf is dat sturen van keuzes die denk ik van betekenis kunnen zijn. En die, om maar even een flinke stap te maken, mij ook wel een beetje aan de Lutherse theoloog Bonhoeffer deden denken. Bonhoeffer was Luthers, had een beetje een broertje dood aan het al te zeer moreel belasten van ons leven. En die zei, laten we die moraliteit nou een beetje bij mensen weghalen en speels sturen zodanig, bijvoorbeeld met snelheidsbegrenzers, dat mensen min of meer automatisch het goede gedrag doen en dat het leven niet zo inzettend moreel belast wordt, maar daar een zekere speelsheid in hanteren. En die vlieg is daarvan denk ik een aardig voorbeeld en expressie. Maar ik wil u meenemen naar een paar serieuze onderwerpen die met name de gezondheidszorg spelen. En waar ze echt op dit moment actueel zijn en in feite de politieke agenda mede bepalen. Dat doe ik mede aan de hand van een boekje van een andere Amerikaan, een bestseller ook, Shannon Brownlee. Die heeft het boekje geschreven dat heet Overtreated. En ik neem als aanknopingspunt pagina 100 van het boekje van Taylor en Sunstein. Daar wordt gesproken over een man met prostaatkanker. En de vraag is heel simpel. Moet hij nou kiezen voor een chirurgische ingreep, voor bestraling of maar een poosje nog aankijken? Een vraag waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. En mevrouw Brownlee noemt in haar Overtreated de keuze die zelfs daar nog aan vooraf gaat. Moet je nou, voordat je aan die vraag komt welke behandeling je neemt, moet je nou überhaupt wel een PSA laten doen of niet? Moet je dus laten diagnosticeren of niet? Is dat zinnig? Werkt het en werkt het op tijd? Is de uitslag altijd nuttig om te weten? Voegt het onderzoek iets toe? Zo wordt in de VS op dit moment bijvoorbeeld de discussie
rondom de borstkankerscreening. 40 of 50 jaar. In Amerika was het usance om dat op 40 jaar te doen. En mede op basis van Nederlandse inzichten is dat nu op 50 jaar gezet. Wat is nou wijsheid? De man die mevrouw Brownlee opvoert, die komt er zo rond de 65, 70 achter dat hij prostaatkanker heeft. Hij wil laten opereren, kies dus voor de eerste variant. Onderzoek wijst dan uit dat hij fysiek daartoe niet in staat is, want hij heeft hartklachten. Dat wist hij niet, maar gegeven het feit dat daar eerst onderzoek naar gedaan werd, ja, moet toch eerst verholpen worden, wil die operatie zinvol zijn. Er wordt een stent geplaatst, hij wordt dus geopereerd en er ontstaat vervolgens een postoperatieve infectie. Dit is dus daadwerkelijk gebeurd, hè? Gebeurt ook wel dagelijks eerder gezegd. Dat herstel duurt lang en de man blijft ook lang in het ziekenhuis. Daarna komt de prostaatoperatie, die leidt tot incontinentie. En toch, na een verloop van jaren, is hij nog steeds, die arts die gediagnosticeerd heeft dat hij prostaatkanker had, is hij buitengewoon dankbaar. Maar 2 jaar later en een paar maanden na de operatie bij zijn prostaat, overlijdt hij aan een compleet andere aandoening. Was hij nou geholpen met de diagnose en de behandeling, of was hij dat niet? Een reële vraag die zich dagelijks voordoet. Wellicht denkt u dat dit anekdotisch is, maar onderzoekers uit de VS wijzen erop dat met alle verbeterde techniek, denkt u maar ook aan de PSA, het aantal dodelijke slachtoffers van prostaatkanker niet is gedaald, afgezet tegen het totaal van de bevolking in de afgelopen decennia. Sterker nog, less blijkt in de regel ook gewoon more te zijn. In die gebieden in de VS waar het meest werd behandeld, was de zorg het duurst en was de kwaliteit het geringst. Uitgedrukt ook in mortaliteitscijfers. En die relatie was niet eenmalig, maar leek betrekkelijk bestendig te zijn. Met andere woorden, overbehandeling schaadt. Opnames in ziekenhuis kennen domweg hun eigen risico's en behandelingen hebben niet altijd meerwaarde. De praktijkvariatie voor bijvoorbeeld oogoperaties, amandelen, opnames voor COPD, dotteren, die zijn enorm. Per regio of per ziekenhuis of per ziekenhuisafdeling zitten daar honderden procenten verschil in soms. En dan kun je je afvragen, wie kiest hier nou eigenlijk? Wie is het die econ, die rationeel kiezende mens? Is dat de patiënt? Maar hoe goed is hij geïnformeerd, gegeven de informatieasymmetrie en het verschil aan kennis wat er is? En hoe moet de keuzearchitectuur er hier eigenlijk uitzien? En wat is de rol van de overheid daarin? Uiteindelijk kies ik zelf hierbij voor een gerichte informatie aan de burger. Ten eerste door een richtlijnontwikkeling voor de beroepsgroepen. Zelf mede te financieren vanuit de overheid. Want op het moment dat je richtlijnen maakt of zorgstandaarden, komen de antwoorden op die keuzevragen feitelijk in richtlijnen terecht. En Taylor en Sunstein wijzen er niet alleen op dat de keuze voor in dit geval opereren of bestralen of niets doen, dat niet alleen bepaald wordt door de patiënt, maar ook nog eens een keertje beïnvloed wordt door, ook op pagina 100 van het boek, door het type arts dat je voor je hebt. Sommigen zijn al eenmaal gespecialiseerd in chirurgie en operaties. Anderen die komen voor het eerst in aanraking met de radioloog. En sommigen zeggen, ondanks het feit dat het altijd toch ook weer omzet en productie met zich meebrengt, zeggen daadwerkelijk, zullen we het nog maar even aanzien. Daar achter die keuze, het feit dat de chirurg vaak tot chirurgie beslist en de radioloog tot bestralen, zit niet altijd eigenbelang. De timmerman denkt nu eenmaal in categorieën van een hamer en van een spijker. En de radioloog heeft vervolgens weer zijn eigen perspectief. Richtlijnen en protocollen, zeker als die multidisciplinair zijn samengesteld, tillen in feite mensen boven die verengde perspectieven uit. En ze objectiveren de keuzemomenten en maken in die zin het de patiënt en de arts ook veel makkelijker om te kiezen. Vandaar nu de discussie in Amerika over die borstkankerscreening op 40 of 50 jaar. Het is een handvat voor patiënt en voor arts om al dan niet tot diagnosticering over te gaan. Maar moet je nou mensen voor dergelijke moeilijke afwegingen plaatsen of niet? Is het aanbod van de screening, ligt er al niet impliciet in besloten eigenlijk, dat uit medisch oogpunt dat zinvol en dus ook wenselijk is? Maar uit medisch oogpunt is dat dus onder de 50 volgens velen niet het geval. Want diagnostiek en behandeling kennen vervolgens weer hun eigen risico's. En je kunt vals positieve uitslagen krijgen, mensen nodeloos ongerust maken. Dus al die afwegingen komen in de sfeer van de gezondheidszorg voor. De mindset van de verzekerde en de patiënt is in de regel een andere. Weten is behandelen en dus is het genezen. Maar toch, less is vaak echt more.
Ook hier in Nederland, het voorbeeld van de vaccins wat we de afgelopen maanden hebben gehad. De indicatie van de Gezondheidsraad terecht, laten we alleen de medische risicogroepen vaccineren, leverde toch ook protest op bij degenen die gezonde Nederlander zijn, met het idee, er wordt mij een diagnose, althans een therapie in dit geval, onthouden. Maar ook daar, de afweging van de Gezondheidsraad, uiteindelijk is het ook uit medisch oogpunt, of juist uit medisch oogpunt, niet wenselijk om Nederland over de hele linie te gaan vaccineren. En hier staan beroepsgroepen en de overheid voor de vraag van de keuzearchitectuur. Verder is een woord wat mij in het boekje Nudge aanspreekt van de G. En dat stond voor give feedback. En ik probeer in het Engels even citaat te geven. The best way to help humans improve their performance is to provide feedback. En die aanpak heeft uiteindelijk ook resultaat. Door terugkoppeling van geregistreerde uitkomsten ontstaat een leercyclus die uiteindelijk die architectuur ook weer verbetert. Was gisteren bij de GGZ, daar ziet u hetzelfde. Toen men met protocollen ging werken en vervolgens met zorgstandaarden en feedback kreeg over de mate waarin behandelingen effect hebben, kan je vervolgens die protocollen weer verbeteren. Dus feedback is inderdaad erg belangrijk voor de verbetering van je architectuur. Eén voorbeeld nog uit Amerika. De Veterans Administration, een verzekeraar voor veteranen uit het leger, die waren in de jaren 90, begin jaren 90, de meest haveloze verzekeraar die u zich kunt voorstellen. Men was verticaal geïntegreerd met zorginstellingen. Die leverden in feite gewoon waardeloos werk. Onveilig en de kwaliteit was echt ver onder de maat. Vervolgens kwam meneer Kaiser, K-I-Z-E-R, die heeft dat omgezet. En wat deed hij? Met name die feedback organiseren. Via elektronische patiëntendossiers zorgen dat behandelaars inzichtelijk krijgen welke effecten men realiseert. Dagelijks bijna. Per patiënt. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat op dit moment de Veterans Administration de beste verzekeraar en zorgaanbieder in de hele Verenigde Staten is. In een periode van 15 jaar. En de kosten per persoon $3900. Aanvankelijk in de jaren 90, op dit moment $2700 per jaar. Met $1100 naar beneden gegaan. Ondanks inflatie enzovoort. Toch gaat het debat, en daar wijzen ook Taylor op, gaat nog dieper als u kijkt naar de gezondheidszorg. Terecht stellen Taylor en Sunshine a good system of choice architecture helps people to improve their ability to map and hence to select options that will make them better off. One way to do this is to make the information about options more comprehensible. En dat laatste wil ik even illustreren aan de hand van een voorbeeld wat ze zelf geven. Misschien nog even iets eraan voorafgaand. More comprehensible. Wij zijn op dit moment in Nederland bezig om in elk geval voor 80% van de aandoeningen, om dat inzichtelijk te maken voor patiënten, hoe de medische resultaten zijn. Want ook hier, welke informatie geef je? Als wij alleen patiëntenervaringen geven, ben ik ervan overtuigd dat, om maar een voorbeeld te noemen, de heer, ik ben even zijn naam kwijt, maar de neuroloog uit Twente, die vervolgens diagnosticeerde bij velen dat ze dement waren, had waarschijnlijk hoog gescoord. Was een empathische, amabele man en op het gebied van patiëntenervaringen in een, althans die beperkte periode, zou die waarschijnlijk ontzettend hoog hebben gescoord. Maar medische informatie moet je er dan vervolgens wel naast gaan zetten om te zien in hoeverre iemand behalve bemiddelijk ook nog eens een keertje deskundig is. Dus ook hier keuzearchitectuur die van belang is. Maar fundamenteel dan nu. Het voorbeeld van wat Taylor geeft, de digitale camera. Worden aangeprezen met megapixels, zoveel miljoen geloof ik, en dat, nou, iedereen heeft het idee, des te meer megapixels, des te beter die camera is. Maar vervolgens is het wel zo, ik vond het in die zin een aardig voorbeeld namelijk, dat het geheugen op die camera binnen no time vol is. Op de computer een grote belasting van het geheugen van de computer. Realiseerden mensen zich wellicht te weinig. Terwijl als je zou vragen, wat wilt u eigenlijk hebben, in welk formaat wilt u die foto's, dan kun je volstaan met eentje met veel minder megapixels in de regel. En ook dus ook minder kosten. Dus de manier waarop je een product aanprijst, CQ een product neerzet, bepaalt voor een groot deel de keuze van mensen. En laat ik dat even doorkabelen naar de gezondheidszorg, maar Amerika weer even als voorbeeld noemend. De heer Gawande, die journalist is en specialist, die heeft een onderzoekje gedaan in Amerika naar de plaatsen waar de gezondheidszorg het duurste is en waar het min of meer het goedkoopste is. En hij kwam uit bij een plaatsje in Texas, McAllen. Daar betaalden mensen voor een gezondheidszorg gemiddeld genomen $17.000 per jaar. Het gemiddelde inkomen was, besteedbaar inkomen, $15.000. Met andere woorden, per persoon ongeveer 20% tekort, financieringstekort, BNP enzovoort.
Dat is natuurlijk astronomisch. Vervolgens heeft hij gekeken, is hier nou de gezondheidszorg beter? Nee, de gezondheidszorg was daar niet beter. Sterker nog, het was gewoon vele malen minder dan in andere regio's, waar de kosten soms een derde waren van datgene wat er in McAllen zich aftekende. Toen heeft hij natuurlijk gekeken, daar was alles op gericht, van waar ligt dat nou aan? En één ding was volstrekt helder, in McAllen, daar werd enorm geproduceerd. En door aanbod gedreven zorg. En een patiënt weet natuurlijk niet wat hij vervolgens aan foto's, laboratoriumuitslagen, bezoeken, nieuwe consulten moet betalen, ten einde gewoon een goed product, CQ, beter te worden. Hij heeft dan gecontrasteerd met een van de bekendste klinieken in de wereld, die ook tot een van de goedkoopste klinieken gerekend kan worden, namelijk de Mayo Clinic in Minnesota. En gekeken, waar ligt nou het verschil? En er zijn twee zaken die daarbij speelden. In de Mayo Clinic wordt ontzettend de nadruk gelegd op het feit dat je niet volume moet betalen, zoals mijn collega in Amerika het noemde, contacts. We only pay contacts. Dat doen wij in Nederland namelijk voor een groot deel ook, komen we zo op terug. Maar de Mayo Clinic betaalt niet contacten, die betaalt kwaliteit. Die betaalt uitkomsten. Maar nog belangrijker, ze betaalt samenhang. Je krijgt niet zomaar een laboratoriumbezoek of een DBC en dergelijke betaald. Wordt alleen in samenhang gedaan. Wat men in Amerika dus noemt bundled care. Laat ik u een voorbeeld noemen in Nederland, waar wij mee bezig zijn. Wij betaalden voor diabetespatiënten, doen we voor een deel nog, betaalden we consulten. We betaalden een diëtist, we betaalden een fysiotherapeut. Dat werd allemaal gefragmenteerd betaald en gefragmenteerd aangeboden. Wat de Mayo Clinic gedaan heeft, is die zaken met elkaar verbinden, tot één product maken en dat wordt als één product betaald. En vervolgens borg je op die manier de samenhang en ga je ook overbehandeling tegen. Waarmee maar geïllustreerd is dat de productdefinitie, laat ik in die termen gieten, die je hanteert, mede bepalend is voor de mate waarin je met overbehandeling en met kosten komt te zitten. En dat gebeurde dus niet in McAllen, Texas. Diezelfde meneer Gawande heeft vervolgens een kaartje gemaakt van de Verenigde Staten, gekeken of daar ook op andere domeinen, op andere regio's, een samenhang was tussen kosten en kwaliteit. En de uitkomst was, het liep één op één. Vervolgens heeft hij al die mensen die verantwoordelijk waren voor zorginstellingen, ziekenhuizen, dan wel op verzekeringsniveau, voor die betere kwaliteit bij elkaar geroepen. En er kwamen ook deze punten van kwaliteit betalen en samenhang kwamen daaruit naar voren. En wij doen in Nederland eigenlijk precies hetzelfde. Denkt u aan de discussie over de apothekers en de bekostiging. Wij betalen het schuiven van, een beetje onherbiedig gezegd, doosjes, receptregelvergoedingen. We betalen niet medicatieveiligheid, therapietrouw, het helpen van mensen met een medication review. Wij betalen specialisten via DBC's, daar hebben we er 30.000 van. Dat gaan we nu terugbrengen naar 3.000, meer samenhang erin. We betalen huisartsen via consulten, 10 minuten. Niet voor de kwaliteit, niet voor de samenhang. Die slag zullen wij ook in Nederland dus moeten gaan maken. Vandaar dat we op het niveau van bekostiging in feite voor soortgelijke vragen staan. Als ik te veel spreek, als ik er over mijn tijd heen ga, dan gaat wel iemand mij melden dat ik veel te ver ben. 2 minuten. Ja, dan ga ik even snel kijken. Nou, ik ga gewoon een heleboel skippen. Maar laat ik u één voorbeeld geven waar die rationaliteit en waar wij in de gezondheidszorg ook voor staan op dit moment. Wat is nou rationeel? Bijvoorbeeld de discussie die wij op dit moment hebben met de huisartsen over doelmatig voorschrijven. Ook hier weer keuzemomenten. Wie bepaalt eigenlijk wat er voorgeschreven wordt? Als de overheid dat gaat doen en wij gaan zeggen van, ik had het over die richtlijnen, van in dit geval dient u cholesterolverlager X of Y voor te schrijven, daar zal de gemiddelde patiënt niks van moeten hebben. Terecht niet, dan moet de overheid ook niet gaan aangezitten. Maar de farmaceutische industrie, als die vervolgens artsen beïnvloedt, wat wij natuurlijk uit het verleden kenden, met huisartsen bezoeken en vervolgens daar cadeautjes aan koppelen op het moment dat mensen Vioxx voorschrijven of Lipitor, de dure geneesmiddelen, willen we dat met elkaar? Willen we ook niet. Daarom hebben we gezegd, nou, wij vragen aan de beroepsgroepen die terecht zeggen, wij gaan erover, of ze dat in richtlijnen willen neerleggen. Doelmatigheid. Daar zijn honderden miljoenen euro's per jaar mee te winnen. Denkt u niet van dat is vrijblijvend geld? Op het moment dat ik stevig moet bezuinigen, zal iemand pijn moeten lijden. Het zij de zorginstelling, omdat je daar bezuinigt. Het zij het pakket wat je gaat verkleinen en dus de patiënt benadeelt. Dus die discussie is ook voor de artsen is die niet vrijblijvend. Je kunt niet zomaar honderden miljoenen vermorsen op het moment dat je eigen richtlijn zegt dat je doelmatiger kan voorschrijven. Nou staan wij voor de vraag, hoe gaan we dat nou beïnvloeden? Want wij zien dat het weliswaar in de richtlijnen staat, maar niet toegepast wordt. Wie moet er nou op letten? Is dat de verzekeraar? Is dat de beroepsgroep zelf? Is dat de overheid?
door te zeggen, we gaan naar prestatiebekostiging. En gemiddeld genomen willen we toch heel graag dat u dat doet wat in uw eigen richtlijnen staat. Dat zijn vraagstukken van keuzearchitectuur die zich binnen de gezondheidszorg op dit moment voordoen. En het licht van die kwaliteit, doelmatigheid en samenhang die ik zo even noemde. Dan misschien mijn laatste punt, nudges. Waar ik aarzel op het moment dat het over paternalisme gaat in een libertair jasje, om het zo maar even te zeggen, is als het min of meer stiekem zou gebeuren. We gaan overal van die kleine verleiders instoppen en dat zeggen we niet tegen mensen, maar dan gaan ze gezonder eten, ze gaan gezondere leefpatronen, betere leefstijlen. Eerlijk gezegd stuit mij dat wel een beetje tegen de borst. Ik vind dat die default systemen, hoe gaan we onze keuzemomenten inrichten, ons bekostigingsstelsel in de gezondheidszorg, met betrekking tot de kilometerheffing waar ik over sprak, moeten wij, het zijn politieke vraagstukken namelijk, met elkaar open bespreken, debatteren en daar ook de politieke dimensie aan toevoegen. Met andere woorden, al die default systemen dienen gewoon op de politieke agenda te staan, zodat iedereen expliciteert in welke richting en waarom hij wil sturen. En dat is naar mijn stellige overtuiging een belangrijke politieke taak die, waarvoor wij ook op het terrein van de gezondheidszorg de komende jaren staan. Laat er nog één opmerking aan toevoegen. Het voordeel van keuzesystemen en van bekostigingsstelsels die op die samenhang en die kwaliteit aangrijpen, is dat je vervolgens het wel zo inricht dat het appelleert aan iets wat van binnenuit moet komen bij een arts, namelijk gerichtheid op die patiënt, op de kwaliteit en op het betere leven van degene die je op dat moment voor je hebt. En niet op volume, en niet op het maximaliseren van je omzet, maar nogmaals op die onderliggende waarde waar je ook arts voor geworden bent, namelijk het geluk van die patiënt. Maar die inrichtingsvragen rond de keuzearchitectuur doen zich dus over de hele linie voor. Deze pen die viel op dit moment en het lijkt me een mooi signaal om af te sluiten. Dank u wel. Ik wou de minister graag vragen in de stoel plaats te nemen, want wij hebben een cadeautje voor hem. Ik moet even improviseren. De minister heeft een drukke agenda, dus we gaan iets omgooien. Mevrouw Henriette Pras, professor Dr. Henriette Pras, raadslid van de WRR, mag ik vragen het cadeau aan te bieden. En voor de, u allen, u krijgt ook nog een cadeautje. Ik moet staan. Ik weet niet of u nu aan. Gaat u nu aan? Kunt u me zo horen? Ja? Dan pak ik het er vast bij. Het is niet ingepakt. Excellentie, de WRR is ontzettend blij dat u hier vandaag aanwezig bent en ook hebt willen spreken. En ik ben enorm vereerd dat ik namens de WRR, maar vooral ook namens mijn mederedacteuren, redacteuren van mijn projectgroep, Wil Tiemeijer en Casper Thomas hier aanwezig, maar ook namens de andere leden van mijn projectgroep en de auteurs van dit boek, u deze verkenning mag aanbieden. WRR-projectgroepen brengen in het algemeen twee soorten boeken uit. Verkenningen en rapporten. En in het rapport staat een advies aan de regering. En de verkenning is de diagnose. Dus dit is de diagnose. En het rapport, wat in 2010, en onze ambitie is voor de zomer, zodat de politieke partijen het in hun verkiezingsprogramma mee kunnen nemen. Dan volgt de therapie. Nou bent u natuurlijk benieuwd naar de diagnose. Nou, in een paar woorden, patiënt overleden, therapie dringend gewenst. De patiënt, dat is de homo economicus. Dat was altijd het doel, het uitgangspunt van beleidsmakers, van de economische wetenschappers, maar ook vaak van het beleid, het rationele keuzemodel. Niet, denk ik, zozeer omdat beleidsmakers denken dat het klopt, maar omdat ze dat doen bij gebrek aan beter. Want ja, mensen zijn niet rationeel en dan kunnen ze alle kanten op gaan. Nou, deze bundel brengt kennis bijeen over hoe mensen systematisch niet rationeel zijn. En als je er een systematiek in zit, dan kan je daar ook iets mee doen. Dan kan je het voorspellen, dan kan je ook gedrag voorspellen. Nou, Richard Taylor heeft daar vele voorbeelden van genoemd. U heeft er zelf voorbeelden van genoemd. De rationele mens, ja, die is er niet, maar we hebben gelukkig beter. En wat ik nu eigenlijk wil doen is viertal voorbeelden noemen uit deze bundel. Het is een bundel van topwetenschappers uit Nederland. Bioloog, sociologen, psychologen, filosofen, economen. Die vanuit hun discipline de kennis in kaart brengen. Toegankelijk, zodat iedereen dat kan lezen. Toegankelijk kennis over hoe mensen tot keuzes komen, hoe mensen in elkaar zitten
En wat dat uiteindelijk gaat er natuurlijk om en wat betekent dat voor beleid. Nou, laat ik vier conclusies noemen. Veel auteurs zitten in de zaal. Ik heb ze gekozen op een aantal criteria. Bijvoorbeeld dat ze nog niet aan de orde zijn geweest vandaag. En ook misschien omdat ik dacht dat ze u misschien bijzonder zouden aanspreken. Een eerste conclusie, maar die weet u al, maar de zaal nog niet. Een rommelige omgeving, een rommelig straatbeeld bijvoorbeeld, leidt ertoe dat mensen eerder hun toevlucht nemen tot stereotypen. We kunnen een maximum aan rommel aan tussen onze oren. En als het dus rommelig is, dan zijn we geneigd om op te ruimen tussen de oren en tot stereotypen te komen. Dat betekent dat een rommelige straat, een station wat al jarenlang verbouwd wordt of de hotels daaromheen, die leiden ertoe dat mensen die daar rondlopen eerder de neiging hebben tot stereotypen, vooroordelen. En dat, dat is vaak een onaangenaam verschijnsel. Hè? Voorbeeld, iemand in een rommelige omgeving die ziet een blonde vrouw en die zal eerder denken, die is dom. Nee, voorbeeld is duidelijk, ja. Een tweede voorbeeld van een... Een tweede voorbeeld van een conclusie die denk ik voor veel mensen verrassend is en ook voor beleidsmakers denk ik ongelooflijk belangrijk, zeker in deze tijd. De burger, het respect, de houding van de burger ten aanzien van beleid wordt niet zozeer bepaald door de uitkomst voor hem of haar, maar vooral de manier waarop hij behandeld wordt. Dus het is de manier van behandelen door de politiek die het respect voor de politiek bepaalt, veel meer dan wat er uiteindelijk uitkomt aan uitkomst voor het individu. Een derde conclusie, we hebben het gehad over het wilskrachtprobleem, zelfbeheersingsproblematiek. Wat er in een van de hoofdstukken naar voren komt, is dat te veel, het is eigenlijk als een soort spier, je wilskracht, je vermogen tot... tot zelfcontrole is als een spier. Dat betekent dat hij uitgeput kan raken. En als je dus te veel een beroep op wordt gedaan, dan wordt hij moe en dan lukt het niet meer. Pluspuntje is dat het mogelijk ook zou kunnen betekenen dat je het wat kan trainen. En dat zou via feedback enzovoort mogelijk een beleidsimplicatie zijn. Een laatste conclusie. Evolutionaire psychologie laat zien, en ja, ik ben benieuwd of dat verrassend voor u is. De mens is van nature geneigd tot zowel kwaad als goed. En het hangt van heel veel factoren af waar hij voor kiest. Nee, dank je wel. Alsjeblieft. Het laatste verleidt me bijna tot... Ik zag Jan de Vries wel even zitten. En die zie ik nog steeds zitten. Ik zou bijna zeggen, Jan, we krijgen wetenschappelijk zelf gelijk. Hè? En dan denk ik met name aan de mens is geneigd tot enzovoort. Maar ook tot veel goeds. En dat mag er wel bij, inderdaad. Het voorbeeld over wat u gaf rondom hoe je behandeld wordt, is belangrijker dan de uitkomst. Ik had van de week misschien anekdotisch. Wij hadden een bijeenkomst over patiëntveiligheid. Dat was, ik geloof, de directeur van de NAM was daar gevraagd om te illustreren wat nou veiligheid betekent bij hem. Hè, gas over door heel Nederland. En dat is fenomenaal. Hoe ze dat erop pakken, kan de gezondheidszorg echt heel veel van leren. Maar hij zei, ik was al gemotiveerd om hier naartoe te komen. Maar u moet weten, vorige week werd ik gebeld vanuit het ziekenhuis omdat mijn vader geopereerd werd. En ik zei, is het allemaal goed gegaan? En de uitkomst, nee meneer, we hebben het verkeerde been gepakt. En dat is natuurlijk een schok. Uiteindelijk was het geen amputatie, maar het is wel buitengewoon vervelend en lastig. Maar omdat hij zo gebeld werd, omdat men er open over was, omdat men eerlijk was, vervolgens met elkaar doorgesproken, geen probleem. Als je dat anders benadert, heb je binnen de kortste keren, zit je in een procescultuur enzovoort. Dus het illustreert precies het gelijk wat u zo even aangaf. Ik ga dit graag lezen, dank u wel.